125 kilometer in totaal krijgen de vrouwen voor de wielen met al vroeg een dubbele passage over de Schominkelberg en Monteberg. In de finale volgen nog 4 plaatselijke rondes in Boezingen. In de heuvelzone maakt Emma Johansson een uitstekende indruk. De Zweedse zien we hier in het gezelschap van 3 andere meisjes, Longo, Ferrand-Prévot en Pavlovska. Maar afscheiding komt er niet, ook niet als Johansson bij de tweede beklimming van de Schominkel het tempo bepaalt. Wegraken lukt niet, de bordjesmannen beleven een rustige namiddag. In de tweede van 4 plaatselijke ronden probeert dan toch nog iemand een massaspurt te ontlopen. In afwezigheid van de Nederlandse Kirsten Wild. Alexandra Burtjenkova vecht voor een halve minuut, maar het is een strijd die ze nooit kan winnen. Alles komt weer samen. Het is mooi weer, er staat weinig wind en het peloton laat weinig beweging toe. Maaike Polspoel probeert het nog met de moeder wanhoop, maar ook zij wordt al snel weer gegrepen. De verwachte groepspurt komt er uiteindelijk en het is Belgisch kampioene Jolien Doren die het haalt. Martin Bras is tweede, Ferrand-Prévot derde, net voor Ine Bijen.